En hoe doet een vis? Weet jullie ook een liedje over een vis? Zullen we schuit varen, zegt Kikker. Ja. Wil je nu wel een huis nemen? Op wie zit Kikker nou? Op één. Ja. Een libel. Een libel, dat mag van jou. Ja. Een libel, kan een libel ook zwemmen? Nee. Vliegen. Ja, een libel vliegt. Mag hoor. Of zullen we paardje rijden, zegt Kikker. Paardje rijden. Nou, hij wil eerst even een schuifje vragen of een van jou paardje rijden. Paardje rijden? Tja. Wel een beetje gek inderdaad, die eend. Oh-oh. Het regent. Het regent. Ja, en net was het nog heel mooi weer, toch? Laten we maar naar huis gaan, zegt eend. Want als je in de regen moet buiten spelen, is het niet zo leuk, toch? Nee. Nee. Dat. Word je helemaal naar ze waren, wel mag van te zwemmen natuurlijk. En ook dat. Wij blijven altijd vriendjes, zegt Kikker. Ja. Ja, tuurlijk, zegt Elis. Zij zijn beste vrienden. Ja. Ja. Alles in slaap, kijk maar, ze liggen in bedje. Ik ga nu slapen. Ik ga nu slapen, een hele lange dag. Het is afgelopen. Ja, en nu is het afgelopen. Kijk eens wat een heel benauwd zijn. Wat is de gratis van de struik? Oh, de Yeah.
Hij heeft het voor
Want Weertje is vandaag jarig. Wat is Weertje? Weertje ligt nog in bed. En Kinga wordt hem zachtjes snoep. Snurken jullie ook? Snurken papa en mama. Sluit met zijn handen op zijn rug door de kamer. En hij verstopt het laatste cadeautje in de kast. En dan hoort hij een geluidje. Wow. Weer wordt wakker. Goedemorgen, zegt Kikker vrolijk. Het is nog vroeg hoor. Moet je niet meer slapen? Maar vandaag is mijn verjaardag. Hoe kan ik dan slapen? Roept Beertje. Je verjaardag? Echt waar? Klapt Kikker. Weer staat te springen op zijn bed. Kunnen jullie ook allemaal springen? Ja. Laat eens zien. Ja! Zo! Moet je handje vasthouden? Goed. Ik moet nog bij deze staan. Oh Kikker, je weet best dat ik vandaag jarig ben. En verjaardag zijn is niet om te slapen. Verjaardag zijn is om spelletjes te doen en cadeautjes te krijgen. Cadeautjes? Hebben jullie cadeautjes met je verjaardag? Nee, toch? Nee. Oh? Ja. Dat wil Beertje wel. Het heet verjaardagsspel, zegt Kikker. Als je in de buurt bent van een cadeautje, dan zeg ik warm, 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 heet. En als je heel ver weg bent van het cadeautje, dan zeg ik koud, koud, ijskoud. Weer begint. En eerst loopt hij naar zijn bedje toe. Koud, voelt Kikker rillend. En dan loopt Beertje naar de tafel. Warm, roept Kikker. Nog warmer. Als Beertje de theepot aanraakt, nieuwsgierig kijkt Beertje naar de theepot. Is hier mijn cadeautje? Vraagt hij. Ik zeg alleen maar koud of warm, zegt Kikker. Beer pakt de theepot. Heet, roept Kikker. In de theepot zit een feesthoedje. Zo, een feesthoedje. Kijk. En nu het volgende cadeautje, zegt Kikker. Is er nog meer, vraagt Beertje. Bij een feest wordt meer dan alleen een hoedje, zegt Kikker. Oh ja, zegt Beertje, taart. Is dat het volgende cadeau? Er komt ook een taart. Maar eerst is anders. Hebben jullie ook altijd de taart heel goed. Ja. En wat staat er meestal ook nog op de taart? Als je jarig bent, moet je ze uitblazen. Wat zijn dat? Tada! Hier heb ik wat. En hij haalt twee rolletjes tevoorschijn. Beertje kijkt teleurgesteld. Hard blazen. Dat kan ik niet zo goed. Jullie wel, hè? Ja. Ja. Ik wil zo graag een echt cadeau, zegt Beertje. Maar hij is een beetje van mijn ouders doen. Probeer het maar, Beertje. Je moet gewoon een beetje oefenen. Toet, toet. Wat? Er is hier een heel bijzonder cadeau. Ja, ja, Beertje. Nu komt het laatste deel van het spel, een raadsel. Huh? Zegt Beertje.
kikkers ziet. Honing en koekjes vind ik fijn. Ik wil altijd bij mijn vrienden zijn. Wat zou je betekenen? Maar het gaat ook over mij, roept kikker. Ik houd er ook van. En daarom ben jij mijn vriend. Gefeliciteerd met je verjaardag, kleine vriend. De andere vriendjes zijn Beertjes verjaardag natuurlijk ook niet vergeten. Het varkentje heeft de mooiste taart van de hele wereld gebakken. Zie je dat? Een hele mooie taart. Met besjes. Met besjes. Met z'n allen gaan ze weer feliciteren. Zodra hij de deur ook doet, zingen ze: er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben jij. Goed zo. En dan is het feest. Ze vinden Beertjes nieuwe broek allemaal prachtig. En hij mag de kaarsjes, de taart uitblazen. Hoera, roept iedereen. En Varkentje haalt de kaarsjes weg en dan kunnen ze gaan smeren. Lang zal Beertje leven. Nou heeft hij toch nog een hele leuke verjaardag. Hoera. Hoera. Dat was het einde van ons verjaardag. Nou hebben we natuurlijk nog voor iedereen een kleurplaat van kinderen. Maar voordat we dat gaan doen, eerst met z'n allen de taart uitblazen. Ja, we komen samen blazen. En daar is het. 1, 2, wacht. Dan wil Floris wel mee komen blazen. Kijk, hier kun je er mooi bij. Tellen we tot 3 weer en dan gaan we bij 3 gaan we blazen. Oma gaat meedoen blazen. 4, 2. We gaan blazen samen. Samen blazen. Beert gaat ook mee blazen. Ga jij ook? Gaan we blazen? Ja, allemaal samen. 1, 2, 3. Niet uit. Nee. Nog een keertje, nog iets harder blazen. Goed. Op je allerhardst. 1, 2, 3.